We bevinden ons op dit moment in de Hortus Haren in Groningen op het Reclaim the Seeds Weekend. We willen hier meer te weten komen over de zadenwetgeving in Europa, maar we gaan ook luisteren naar drie Colombianen. Volgt u mee? El tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos exige la aplicación de la UPOV 91 en Colombia. Las consecuencias directas fueron los decomisos de más de 1 millón de semillas de arroz, papa, frijoles. El objetivo de esta resolución, digamos, es introducir lentamente la UPOV y también como empezar a acostumbrar a los campesinos a que tengan que certificar sus semillas y si no lo pueden hacer, porque no lo pueden hacer en realidad, tengan que comprar las semillas certificadas y al mismo tiempo estas semillas tampoco las pueden resembrar. Een heel duidelijk voorbeeld in Colombia, en het zijn niet honderdduizenden kilo's voedsel die zijn vernietigd. Het was natuurlijk voedsel, maar het was allemaal zaaigoed. Dus het staat voor nog een veelvoud daarvan aan voedsel wat daaruit had kunnen groeien. Zonder zaden wordt het heel moeilijk om duurzame landbouw en biologische landbouw op grotere schaal toe te passen. Nog heel veel van de landbouw in de wereld, 70%, is nog altijd in handen van familiebedrijfjes, lokale economieën, niet industriaal, mondiaal voedselmodel. Se perdió la cebada para el sur de Colombia. El arroz que viene siendo decomisado y controlado incluso. Hacen acciones policiales para decomisarlos. Ya el campesino no puede llevar la panelita a la ciudad. No puede llevar los huevos criollos a la ciudad. No puede llevar el queso a la ciudad. Ja, bij ons is al een enorme marktmonopolie ontstaan. En zijn er nauwelijks nog boeren die eigen zaden hebben. En bijna iedereen is aangewezen op wat de zadenindustrie voorhanden heeft. La legislación es un arma que ellos tienen. La represión policial también es muy fuerte. Siempre hay varios frentes de lucha. Una de ellas es desde la acción, desde la práctica, desde la cotidianidad, en el tema específico de semillas, es seguir sembrando semillas, seguirlas distribuyendo, seguirlas moviendo, seguirlas comercializando. En el tema de legislación es también hacer ejercicio de desobediencia civil. O sea, en el momento que uno decide qué comer, también está haciendo política pública. Zolang wij afhankelijk zijn van de supermarkt die bepaalt wat wij eten, ja, dan heb je er niet zoveel over te zeggen. Maar als je zelf zoekt naar kanalen waar je het zelf nog in de hand hebt, waar het vandaan komt en wie daar geld aan verdient. En als je dat een beetje organiseert, dan kom je een heel eind.